We zijn dus bij de ruïne van Brederode in Zandpoort Zuid. Gebouwd 13e eeuw. Ja, afgemaakt 14e eeuw. Maar helaas ook een aantal malen opnieuw gesloopt en ook weer opgebouwd. Maar het punt is 3 keer gesloopt en maar 2 keer opgebouwd. Dus dat is wel jammer. Het is vandaar dat we dus de ruïne over hebben. Maar het is ooit in opdracht van de graven van Holland gebouwd door Willem van Brederode. Die de afstammeling is van de familie van Teijlingen. Oké. En dat is van Teijlingen, praat je ook over de ruïne? Ja, de ruïne van Teijlingen in de buurt van Sassheim. Ja. Dus kan je nu de eerste kleine toren wat er van over is zien, de ronde toren, ooit de gevangenis geweest. We vliegen nu richting de donjon. Het bijzondere aan dit gebouw is dat het de hoogte die je ziet was rondom. Echt van toren naar toren, naar de 4 torens toe waren alle 4 even hoog en de muur ook. Dus het was echt een vrij kolossaal geheel. De toren met het dak erop, het schuine puntdak erop, is het donjon. Dat is natuurlijk de plek waar je weg kan kruipen als je aangevallen wordt. Met de dikste muren en de veiligste plek waar je, natuurlijk als je genoeg voedsel en water mee kan nemen, het redelijke tijdje vol kan houden voordat de vijand binnen is. Ja, als we nu wat naar links vliegen en we kijken naar beneden, dan kijk je eigenlijk langzaam naar de tweede toren toe. Nou, helaas is de tweede toren ook een stuk van de muren en zijn dak verloren. Kijk, er zijn al ganzen die alweer op reageren. Ja, en we zijn nu met de tweede toren bezig. Dan gaan we beginnen met de eerste restauraties. De vloer. Ja, die zie je nu niet zo goed. Het is een beetje een donker gat, maar in ieder geval daar zit nog een tussenvloer in. Ja. En daar moet even het een en ander aan gebeuren. Er moet wat voetwerk verricht worden en wat metselwerk. Ja, dan zie je dus de bovenste etage goed. Kijk je daar door het venstergat kijk je daar naar. De muur is allemaal kelderniveau. En dan zie je in het midden zien een boom staan. En dat was ongeveer de plek waar vroeger de waterput zat. De eerste zondag van de maand hebben we ook koffieconcerten. Dat doen we tijdens het seizoen van 1 maart tot 1 november. Iedere maand behalve augustus is er een koffieconcert daar op de eerste zondag van de maand. Kijk, en bij slecht weer komen we naar binnen, maar dit is ook natuurlijk een hele mooie plek. Ja. Wordt het ook gebruikt? Wordt dit ook gebruikt voor trouwlocatie? Ja, volledige trouwlocatie. We hebben ook. We zijn ook echt de officiële trouwlocatie. Wat zien we hier allemaal? De muren eromheen. Zo zie je goed de vorm van het kasteel, wat het ooit geweest is. De muren zijn zo bewerkt dus dat ze in ieder geval niet verder afbrokken. Er zit een speciale vorstlaag, noemen we het ook. Het groen is er speciaal bovenop gemaakt met een klein laagje stenen wat goed tegen vorst kan. Zodat dus de muren zelf bewaard blijven. Nieuwe stenen zijn makkelijk te vervangen. Maar de oude stenen zijn natuurlijk problematisch. Die kan je niet meer terugbrengen. Oké. Vliegen we langzaam langs de donjon richting het voorhof. Sorry, de voorburcht. Waar je de beheerderswoning ziet. En de eerste toren. Ook die heeft zwaar te lijden gehad, zoals je ziet. En daar verderop zie je dat grote gat in die muur. Ja? Ja, dat was de eerste toren waar ook dan de brug aan hing. Dus ook de ophaalbrug hing aan die toren. Uiteindelijk kwamen we binnen vanaf die kant. Oké. Kijk, het kan zijn dat de toegangsweg die er nu is, zou ook logisch kunnen zijn. Want de mooiste kant van het kasteel was aan de kant van de Velzer en de Laan. Dat is de mooiste kant. Maar daar zijn ze niet helemaal uit. Maar het idee is, op het moment dat je zo'n kasteel hebt, wil je het ook laten zien. En wil je dat de mensen eigenlijk om je kasteel heen komen. Natuurlijk om te laten zien natuurlijk wat je allemaal bezit en hebt. Ja.
Maar er zijn, er zijn meningen over verdeeld. Er zijn nog niet helemaal uit hoe het nou werkelijk zat en wat nou werkelijk de ingang was. Ja, en dan zie je dus het keetje staan, zoals wij het noemen. Ja, keten kan je, ja, een keetje waar je kan keten. Ja, en dat wordt de flora- en fauna-plek. De plek waar je dus kan vinden hoe vleermuizen hier 's winters overwinteren. En waar je meer leert over de flora en fauna, over onze speciale muurbloem. We hebben hier een hele speciale gele muurbloem die nergens in Nederland groeit, alleen hier. Oké, bijzonder. Ja, heel bijzonder bloempje. Nou, dankjewel Rob voor dit prachtige verhaal. Ik hoop dat het eigenlijk ook kijkers trekt, maar ook een aantal bezoekers natuurlijk. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Want we gaan met zoveel te beleven hier. Er is echt heel veel te beleven, hè? Want we gaan ook verkleedpartijen. Er zijn een aantal evenementen door het jaar heen waar we dus de familie Brederode echt vanaf de 13e eeuw tot aan de 17e eeuw dus ook echt levend maken. Dus de personages die vertellen wat ze betekend hebben ook in het verleden en in de geschiedenis. En welke verbinding ze hadden met Den Haag. Met de graven van Holland die daar de macht voerden. Ja, wat daar de verbindingen van zijn. Heel bijzonder. Hey Rob, ik vond het hartstikke fijn. Dankjewel voor alle tekst en uitleg. Ik wil eigenlijk bijna vragen over stellen. Want je hebt zoveel kennis van de hele historie en eromheen. Dus we gaan de live verbinding stoppen. Ja, oké, dankjewel Danny.